Hallo lieve vrienden. Hoe is je daar? Hier is je goed. Hier is je prima. Mooi, mooi, mooi. Ja, weinig te zeuren. Dus laten we maar gewoon doorgaan met waarvoor we hier zijn. Waarvoor we hier de zaken doen. Namelijk Jans Reviews. Zijn jullie het al zat? Ik wel een beetje. Ja, ik ben het wel een beetje zat, die reviews. Ik weet het niet. Het is zo vaak, hè? Het is wel heel vaak. We zitten er bijna op 250. Nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Amakoffie. Nu heb ik helemaal niks tegen Amakoffie. Alleen ik drink het niet. Want ik vind het namelijk niet te suipen. Amakoffie. Ik begrijp dat als jij vrachtwagenchauffeur bent, dat jij Amakoffie drinkt in je cabine. Dat je namelijk op een gegeven moment halverwege Noord-Frankrijk zit, een beetje slaperig wordt. En dat je denkt, godverdomme, ik heb wel trek in een kopje koffie. Maar ik ga niet stoppen, want ik moet namelijk mijn vracht afleveren in Rome. En ik moet nog een hele tering inrijden. Dus weet je wat ik doe? Ik maak even een bakkie aanmaakkoffie. Ik snap ook dat mensen die in zo'n hoogwerker werken, boven zo'n bouwterrein, zo'n hoog ding. Overigens, wat de fuck is dat? Dat je dat durft. Maar goed. Dat je op een gegeven moment denkt, godverdomme, ik heb trek in een bakkie koffie. Maar ik ga niet naar beneden klimmen. Dat gaat mij nu even te ver. Ik doe wel een bakkie aanmaakkoffie. Snap ik allemaal. Maar mensen die thuis een bakkie aanmaakkoffie maken, die begrijp ik niet. Want waarom zou je? Het is namelijk niet lekker. Dan kun je net zo goed gewoon een koffie zetten wat even wat lekkerder is. Ik heb een jeuk in mijn oor opeens. Misschien komt het wel door de aanmaakkoffie. Maar goed, wat hebben we hier? We hebben aanmaakkoffie met melk. Jan, drink jij koffie met melk? Nee, ik drink geen melk in mijn koffie. Want ook daar word ik misselijk van. Ja, ik ben een zwak figuur. Degeneratie heet zoiets, geloof ik. Ik word heel snel misselijk. Nou, kijk eens wat we hier hebben. Cappuccino van Nescafé. Cold. Zie je dat? Hele dikke, vette, witte schuim. Melkschuim op een bakje koffie. Aanmaakzakjes. 10 zakjes. Moet 20 seconden trekken. Tik je kopje zacht op tafel. Voor een nog luchtiger melkschuimlaag. Nou, dan tikken we de kopje zo nog even lekker op de tafel. Als Nescafé Gold dat wil. Wat hebben we hier? Nescafé Gold Amaretto. Amaretto, dat is een Italiaans amandellikeurtje. Hebben ze erbij gepleurd. Zit er dan amandellikeur in, Jan? Nou, dat lijkt me niet. Nee, dat zit er gewoon niet in. Nee, ze hebben er gewoon een beetje de smaak erbij gepleurd. Oké, en hebben we hier... Het is toch niet te geloven, karamellatte. Dus koffie met melk. Met karamel erin. 2 keer kotsen in 1 kopje. Hoe lekker is dat? Ja, ongelooflijk. Ook zo'n dikke laag schuim erop. Ik heb hier weinig over te zeggen, jongens. Ik ben hier niet van. Ik ben niet van de cappuccino's. Al staat er een van de ongelooflijke uitsloverige Italiaan dat 1,5 uur te maken. Een barista die dan heel moeilijk doet. Heel ingewikkeld. En dan dat melk staat te kloppen alsof zijn leven ervan afhangt. En dan inschenkt. En dan nog een mooi vormpje erop maakt. Met cacao of weet ik veel wat ze erop zouden niederen. Het deert mij niet, want ik vind dat niet zo lekker. Ik drink mijn koffie zwart. Zwart als mijn ziel, zeg ik altijd maar. Nee hoor, voor mij hoeft het allemaal niet. Al helemaal niet uit de zakkie. Maar goed, we hebben geen keus, want dat is wat we krijgen. Cappuccino zakkies. Godverdikke. Kijk. Staat ook er nog op hoe je het moet doen. Net of je totaal debiel bent en naast het glas gooit. Maar goed, daar gaat ie. Hatsje flatsje. Nou, jongens, zeg maar wat dit is. Want er zit van alles en nog wat in. Ik vind het prima. Dat is de gewone cappuccino. Dan hebben we die met amaretto. Zelfde procedure. En hier... ziet er exact hetzelfde uit. En de karamellatte. Ook dan. Ja, het zal er niet anders uitzien opeens, denk ik. Nee. Een enorme berg poeder voor 1 kopje.
Maar dat zal wel die melk zijn. Nou, voor water koken. Heb het water. De cappuccino, gewoon. Ja, moet je kijken. Dat drijft, godverdomme, drijft daar nog de poeder op. Nou, hier ook met de amaretto. Nou, dat zal wel niet anders zijn bij de caramel. Dus wat gaan we doen? Ja, we gaan als een dolle roeren, want anders zitten we meer, te bijten dan te drinken. Wat je getverdekken, moet je nou kijken, joh. Er komt dus een hele dikke, vette, vieze laag komt er al op. Ja, en het grote grap is dat je de meeste van het poeier wat niet oplost in één keer. Ja, dat gaat er nooit doorheen. Dus je hebt bolletjes met poeder erbij. Nou, daar ben ik er allemaal niet van. Nou, hier even zien. En nu moeten we even kijken. 20 seconden wachten. Nou, dat was 20 seconden. En dan moest ik met de tafel en het glas beuken om meer schuim te krijgen. Nou, ik weet het niet. Er komt geen druppel meer schuim erbij. Ik ben er moe van. Zijn er overeenkomsten? Ja. De kleur van de koffie, de kleur van de schuim en de hoeveelheid schuim niet. Hetzelfde. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want voor het plaatje van Nescafé heeft iemand melk staan te kloppen. In plaats van poeder met een beetje melk. Of melkpoeder met een beetje water. Daar moet je er war van. Want dit is natuurlijk nepperij. Zo wordt het nooit als je het zo maakt. Ik ga proeven. De cappuccino. Die dikke melklaag heeft geen smaak. En hoe is de cappuccino, Jan? Ze smaakt helemaal niet naar koffie. Het is eigenlijk warme melk. Waar de melksmaak een soort van verdwenen is. En daarbij is de koffiesmaak ook eigenlijk verdwenen. Dit smaakt helemaal niks. Dit heeft niks met koffie te maken. Maar eigenlijk ook niet zo heel veel met melk. Maar meer met melk dan met koffie. Dit smaakt echt helemaal niks. Je krijgt wel een beetje zo'n dikke kwijlenbabbel in je mond. Maar waarschijnlijk komt dat omdat dat natuurlijk dat opgeklopte melk, terwijl je het niet opklopt, dan moet iets gebeuren. Er moet in een chemisch proces moet er schuim ontstaan. Hier, dat moet ergens vandaan komen. Nou, als je een slok neemt, begint hetzelfde proces nog een keer in je keel. Want ik heb nu een fly bij mijn mond. Kan ik een volwassen vent mee van zijn brommer afspugen. Dan gaan we naar de cappuccino amaretto latte. Oh, dit noemen ze dan geen... Oh, kijk, dit noemen ze dan een latte. En dit noemen ze dan een cappuccino. Ja, maar hol. Dit is natuurlijk ook gewoon een latte. Dit is natuurlijk ook koffie met melk. Melk met koffie. Nou, het smaakt meer als koffie met melk. Nee, melk met koffie smaakt eigenlijk niet. Maar dat heeft ook helemaal niks met de cappuccino te maken. Die zijn inderdaad lattes. En lattes betekent eigenlijk dat er een klein beetje koffie en heel veel melk in zit. Dus dit cappuccino noemen we dat oplichting. Dit is de amaretto. Ik ben gek op amaretto als ik heel ben. Ik drink wel eens, nou, ik drink niet heel vaak. Maar ik hou van amandellikeuren. Ja, dat is gewoon zo. Oh! Wat het heel interessant maakt. Dit smaakt 100% naar amandellikeur. En ja, misschien heeft dat met mijn licht alcoholistische inslag te maken. Maar deze die krijgt opeens wel weer heel veel smaak. Deze doet inderdaad denken aan een Italian koffie.
Dat is zeg maar de aijskoffie alleen dan met amaretto erin. Ja, deze smaakt. Waar dit nou echt helemaal niks had, smaakt dit echt gewoon naar amaretto. Ja, ja, ik word er wel een beetje... Ja, ik word er een beetje vrolijk van. Dus het smaakt eigenlijk wel lekker. Nou, dan gaan we naar de laatste. Karamel latte. Ama koffie met melk en karamel. Misschien mij maar lek. Wie heeft het uitgevonden? Nou, niet een vriend van mij. Het ruikt een karamel. Nou, daar gaan we. Het is niet eens vies. Het is natuurlijk verschrikkelijk zoet. Het is niet echt karamel smaak. Het is meer gewoon gezuikerd. Dat betekent dus dat je een latte, dus een koffie met melk en suiker drinkt. Ja, en zo drinken de meeste mensen lattes. De meeste mensen die lattes drinken, die drinken lattes omdat ze niet van koffie houden. Dus die hebben heel veel melk, heel veel suiker en een beetje koffie erbij. Ja, voor de kleur denk ik meer. En dat is dit ook. Tijd voor de cijfertjes! De cijfertjes geven we nog steeds. De cappuccino is geen cappuccino van Nescafé Cold. Ama koffie is überhaupt niet te zuipen, maar dit is echt niet te geloven. Dit smaakt naar niks. Dit smaakt niet naar koffie. Eigenlijk smaakt het ook helemaal niet naar melk. Het smaakt helemaal naar niks. Het is een latte, een smakeloze latte. Die krijgt van mij een 3. Wat een troep. Wat een wanproduct. De karamellatte smaakt gewoon naar gesuikerde melk met een beetje koffie. Het heeft natuurlijk helemaal niks te maken met koffie. Dat het uit een koffiefabriek komt is eigenlijk om je dood te schamen. Maar die mensen die verkopen toch ook graag dingetjes. Dat snap ik allemaal wel. Dit is koffie voor mensen die niet van koffie houden. Is het vies? Nee. Omdat het gesuikerde melk is met een heel klein beetje koffiesmaak. Is het lekker? Nee. Het is eigenlijk ook een beetje om te janken. Ik krijg van mij een 5. Oh, en wanneer de suiklap laat amaretto winnen? Zeker. Want amaretto latte, die... heeft als enige van de drie een smaak dat je denkt, hé, er zit een leuke smaak aan, een interessante smaak. Dit is smakeloos, dit is suiker en dit heeft een beetje amandeltjesmaak. Er zit natuurlijk geen alcohol in, dus pin me daar niet op vast dat het komt door de alcohol. Het komt namelijk door de amandelsmaak. Dit is een latte met een fijne amandelgloedje. Is helemaal geweldig? Nee, het is helemaal niet geweldig. Ik zou het in mijn hele leven niet drinken. Maar dat doe ik wel bij Jans Reviews, hè. Ik proef alles. Die krijgt van mij een 6. Maar die is wel oké. Nou, dat was het. Niet te zuipen. Ik zou niet weten wat ik met hiermee aan moet. Ik ken niemand die die troep drinkt. Dus misschien doneer ik het wel aan Oekraïne. Ja? Nou, mooi toch? Nou, dag!